Donc on va lancer un serment en néerlandais après la messe. Le serment en français se trouve déjà en ligne sur YouTube. Les nu een preek in het Nederlands. De Franse preek is van de morgen opgenomen geweest. In de andere mis. Die bargelovige enkele mededelingen. Vandaag, zondag binnen in het octaaf van Kerstmis. Het is tegelijkertijd ook het feest van de heilige Johannes de Evangelist. Dus we hebben de heilige Evangelist onder de mis gehad in gedachtenis. Bij de drie gebeden. De oratio, de secreta en de postcommunie. Als u de gelegenheid hebt in de toekomst, het is maar dat u het weet, sommige zegeningen zijn verbonden aan data. Dus de zegening van wijn kan vandaag gebeuren, volgens een speciaal gebed dat verband heeft met de heilige Johannes, dat ook verband heeft met een gebeurtenis in zijn leven. Morgen de heilige onschuldige of onnozele kinderen, martelaren. Dinsdag in het octaaf van Kerstmis, de gedachtenis van de heilige Thomas van Canterbury, bisschop en martelaar. Woensdag in het octaaf van Kerstmis, donderdag in het octaaf van Kerstmis, met de gedachtenis van de heilige Sylvester, Paulus en martelaar, en dat is meteen de laatste heilige van het burgerlijk jaar. Vrijdag zijn we de 1 januari, dus dat is het octaaf van de geboorte van onze Heer, dus het octaaf van Kerstmis. Octaafdag. Die nog van de eerste klas is dus, omdat het hele octaaf van de eerste klas is, en daarmee kan dus de vrijdag niet de devotiemons missen opgedragen worden van de eerste vrijdag van de maand, dus de devotiemis van het heilige hart van Jezus. Dus dat gaat niet omdat het octaaf van Kerstmis is, dus van eerste klas. Zaterdag is dan na het octaaf van Kerstmis, dat is meteen een vierde klas, is de eerste zaterdag van de maand. En die is aan Onze Lieve Vrouw gewijd, dus dat is Onze Lieve Vrouw zaterdag. Komende zondag, dus de 3 januari, is het feest van de heilige naam van Jezus. De heilige Genoveva ook. We hebben drie soorten martelaars gehad. Dus onmiddellijk na Kerstmis heb je de heilige Stephanus. Dat is de eerste martelaar die met volle kennis dus gestorven is voor Jezus. Gestenigd door zijn vervolgers. Nu vandaag, de dag erop, dus vandaag heb je Johannes, die is ook martelaar. Die is levend dus in een pot met kokend vet gegooid. Dus die heeft het martelaarschap ondergaan. Maar hij is niet gestorven omdat Onze Lieve Vrouw voor hem gebeden heeft. En hij is daar dus levend uitgeraakt. Maar hij heeft wel de glorie van het martelaarschap. En toch is de kleur van de heilige Johannes, als hij ooit op buiten een zondag valt, toch wit in plaats van rood. Dus hij heeft wel de verdiensten van het martelaarschap. Maar het is wel een speciaal martelaarschap. Dus een martelaarschap waarin hij niet gestorven is. En dan morgen hebben we weer een speciaal martelaarschap. Namelijk van mensen, dus kinderen, die gestorven zijn voor Jezus en die zijn bloed dus vergoten hebben. Maar niet dat ze het wisten, dus, dus onbewust. De heilige, dus onschuldige, onnozele kinderen. Dus drie soorten martelaars. Mensen die Jezus volgen, het kindje Jezus volgen, zelfs ten koste van hun leven.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbare gelovigen, met Kerstmis waren we in volle bewondering voor een God die mens wordt en die zelfs een onschuldig kindje wordt. En die eigenlijk in een buitengewoon contrast terechtkomt. De Almachtige die dus onmachtig is als mens. En dus niets onmachtiger dan een klein kind. Het woord van God dat niet kan spreken, in Frans wil zeggen niet kan spreken. Die van de Almachtige die alles bestuurt, die kan zich zelfs niet eens verplaatsen. Die moet gedragen worden door zijn ouders. Enzovoort. God is overal aanwezig. En als mens is hij daar een heel beperkt klein lichaam. Dat nog tot ontwikkeling moet komen. Dus een geweldig contrast dat alleen maar uitleggen is door de liefde die een God heeft om naar ons toe te komen. En hij verbergt zijn andere prerogatieven, alhoewel hij ze gebruikt, want om zoiets te organiseren moet je wel almachtig zijn, want hij beheerst de omstandigheden. Hij heeft omstandigheden zodanig gemanipuleerd in de goede zin van het woord dat hij dus in een stal geboren is, want hij wou in een arm geboren worden. Dus toch is de almacht daar. De wijsheid is daar om alles uit te vinden, dus wat er moet gedaan worden. En de rechtvaardigheid is er ook, want aan de rechtvaardigheid wordt voldaan. Zoals we al gezien hebben, doordat hij reeds begint te verdienen van ons. Hij is al aan het lijden. Klein kind heeft al geleerd in de moederschoot, omdat hij met volle bewustzijn was, door de ingestorte kennis. Was hij opgesloten eigenlijk, in een waar wij niet onder lijden als mensen, want wij hebben geen bewustzijn. Hij wel. En dus die goddelijke eigenschappen zijn er wel, die zijn wel werkzaam, maar die zijn niet zichtbaar werkzaam. Die verbergen zich als het ware. En het enige wat in het oog springt, dat is die buitengewone lieflijkheid waarbij een almachtige God zich presenteert aan de mensen. Dus in een zeer arme toestand, schamel, machteloos, hulpeloos, vertederend eigenlijk. Dat hebben we gezien met Kerstmis. En nu, het evangelie van vandaag lijkt wel een contrast te zijn, want er wordt harde woorden gesproken. Gij zult gesteld worden, hij zal gesteld worden, ik ga de juiste tekst nemen, positus in ruinam. Simeon, die profetiseert, dus die heeft de Heilige Geest, en die zegt een profetie aan Maria, en hij zegt, uw kind is geplaatst tot ruïne. Dat zal ruïneren. Dat kind komt om te ruïneren. En ook in verrijzenis van velen in Israël. En daarin zien we dat de realiteit veel dieper is dan we denken. God komt onder ons, dat is al een mysterie. Een oneindig mysterie, want zo oneindig als God is, zo weinig begrijpen wij. En zeker niet als hij dan zich voordoet als iets hulpeloos. We gaan het wel begrijpen als we dan gaan denken aan zijn barmhartigheid. Hij komt om ons hart te winnen. Dan begrijpen we er iets meer van. Maar nu wordt er gesproken over ruïne en opstanding. Natuurlijk, die verrijzing is prachtig. Maar die ruïne, wat is dat voor iets? Wel, dat is wat het kind komt doen. Het kind komt niet zomaar onder ons, zomaar even kijken. God komt onder ons met een bepaald doel, vanaf het begin reeds bepaald. De mensen zijn in een ongelooflijke miserie gevallen. Namelijk, na de zondeval zijn ze in een grote ellende gevallen. Alle mogelijke ellende die je op aarde hier kunt meemaken, dat komt allemaal van de zonde. Wel, in die ellende, daar heeft God ook erbarmen over de mens, omdat de mens zich nog kan bekeren. Anders dan de engelen. Toen de engelen in de zonde gevallen waren, wilden ze zich niet bekeren. Er is geen verlossing voor mogelijk. Maar de mens kan zich bekeren
als hij maar van goede wil is. En vanaf het begin heeft God die oorlog verklaard tussen goed en kwaad. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen haar en uw nakomelingen. Tussen u en haar nakomelingen, zegt het tegen de slang. En zij zal u de kop verpletteren, maar je zult haar heel belagen. Dus zij heeft de eindoverwinning met haar nakomeling, dat is Jezus. Nakomelingen, dat betekent niet alleen Jezus, maar ons, wij, dus alle kinderen van Maria, dat zijn al de christenen. En het is een oorlog. Dat kind is gekomen om de slechten te ruïneren, om de duivel te ruïneren. Er is om zijn rijk kapot te maken, want hij heerst ergens is er een impact van de duivel op aarde. Dat voelen we ook nu weer. En vooral nu voelen we dat, omdat Jezus uit onze maatschappij eigenlijk verdreven is. Als we Jezus uit de maatschappij verdreven, dan voelen we wat er in de plaats komt. Dat is de duisternis, het kwaad, de leugen, de manipulatie, de tirannie, de hebzucht, het egoïsme, de vreedheid, de slechtheid, het walgelijke, het lelijke. Dat zien we dus naar boven komen. Dat neemt de bovenhand. Als Jezus heerst, dan worden de mensen gestimuleerd en geholpen om het schoon, het goede en het ware te produceren. De waarheid, hè? Sint Thomas van Aquino. In de middeleeuwen, de 13e eeuw, nooit geëvenaard. De schoonheid, kijk naar de kathedralen. Kijk naar de gebouwen die ze nu maken. Zit daar een moderne gebouw van Dubai. Zit zo'n gebouw van Dubai, waar je eigenlijk moet naar boven kijken met een verrekijker. Zit dat naast een mooie kathedraal, zult je zien wat is eigenlijk het mooiste. Hè? En het goede. Die toren van Dubai, dat is voor het geld, voor het ik, voor ik weet niet wat. En die kathedraal, dat is om de mens naar de hemel te brengen. Dat is een lift naar de hemel. Daarom is er een punt naar de hemel gericht. Wat een verschil. Dus, dat is dat kind komen doen. Dat kind is ons naar de hemel komen brengen. Hij is God geworden, God is mens geworden. God is naar beneden gekomen om de mens te verheffen. God komt naar beneden om ons te verheffen. Hij maakt zich onze gelijke en als God keert hij naar de Vader weer en trekt ons met zich mee. Dat is het kind komen doen. Dus hij ruïneert het kwade, hij ruïneert het rijk van de duivel. De duivel die denkt dat hij macht gekregen heeft, en dat is ook zo over de mens. Een duivel heeft zoveel macht als je hem geeft. De mens heeft hem macht gegeven door naar hem te luisteren. En dan regeert hij ook in de harten en in de wereld en overal waar hij dus aanvaard wordt en waar hij gevolgd wordt en waar hij gezonderd wordt. Maar Jezus komt om dat te ruïneren, betekent volledig uit te roeien. Op het einde van de wereld, als eigenlijk de zaak wordt vereffend, er komt de grote afrekening, dan zal alles op de aarde vernietigd worden wat slecht is. De aarde zal gezuiverd worden door het vuur. Hè? Door het vuur. En alles zal gezuiverd worden. En dan iedereen gaat sterven, iedereen zal verrijzen. En dan zal de scheiding gemaakt worden. En de ene verdwijnen voor eeuwig in de hel en de andere voor eeuwig gaan naar de hemel. En die hemel zal ook op aarde zijn. Want Jezus zegt duidelijk, zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Dus zal overal zijn de hemel. Behalve in de hel. De hel zou waarschijnlijk in het middelpunt van de aarde zijn, zoals we verschillende keren gezien hebben in de Heilige Schrift en ook door de verschijning van Fatima en door de opvatting van de kerkvaders. Waar het ook is, er is geen vrede, geen pact tussen de hemel en de hel. Dus die oorlog die God verklaard heeft, is eeuwig. Dus dat kind dat komt hier om dat rijk van een duivel kapot te maken en die hemel terug open te maken, die hemelpoort, en de mensen terug naar God te brengen, zoals de bedoeling was vanaf het begin. Het aardsparadijs en vooral het hemelsparadijs terug te herstellen. In de eerste plaats. Dat is het kind komen doen. Voor de mensen van goede wil is dat geen probleem, dat is een prachtige oplossing. Maar voor de mensen die niet willen, is dat een ramp. Dus een ruïne. Die gaan geruïneerd worden, die gaan op aarde tegengewerkt worden. De ketters worden tegengewerkt, de misdadigers worden tegengewerkt door het christendom.
Dat zeggen ook die vijanden van de mensheid actueel. De grootste vijand, de grootste hindernis om onze wereldorde te organiseren, is de katholieke kerk, de ware katholieke kerk. Dus dat de CS is een ruïne, een hinderpaal voor het kwade. En hij is dus een teken van tegenspraak. In signum contradicetur. Een teken. Ja, want hij zelf is als God, is hij onzichtbaar. Dus God gebruikt tekens, symbolen en tekens om zich te manifesteren, om te tonen hoe hij is. En het teken dat hij, het symbool, hoe hij zich manifesteert, dat is gewoon door mens te worden. En hij gaat laten spreken, hè? Dat is ook een teken, taal is teken, dus zijn, de openbaring is geweldig belangrijk. En hij gaat ook tekenen doen, dus de signa, in de Bijbelse taal betekent dat ook mirakelen, waardoor hij bewijst dat, dat het God is die spreekt. En dan richt Simeon zich tot Maria en zegt hij, uw animam, uw ziel, dus het diepste van uw wezen, dat is nog dieper dan het hart, want het hart dat is nog een stuk lichaam, dat is nog een stuk vlees. Maar de ziel, dat zegt uw geest, dat is het diepste, want uw lichaam sterft en uw ziel niet. Dus uw ziel is nog dieper dan het hart. Uw ziel zal doorboord worden door een zwaard. Dus Maria wordt verwaarschuwd. De engelen waarschuwen vaak de mensen als er iets heel goed gaat gebeuren, iets belangrijks of iets heel ergs, om de mensen te helpen dat goed te verwerken. Want een gewaarschuwd mens is het twee waard. Maria wordt gewaarschuwd. Want zij moet dat meemaken. Zij moet meteen weten waar het naartoe gaat. Zij weet het wel, maar het is goed dat het nog eens een keer duidelijk gesteld wordt. Een man en een vrouw hebben gezondigd, Adam en Eva. Een man en een vrouw moeten verlossen. Dus dat is absoluut noodzakelijk. En Maria wordt vanaf het begin daarin eigenlijk voorbereid. Dat kind dat is hier zomaar gekomen om, weet niet wat te doen, dat is hier gekomen om de mensheid. Hij is propter nostrum salutem, om onze heil is hij nedergedaald. En dat is wat. We hebben dat gezien met Pasen. We zullen dat zien met Pasen, wat dat is. Wat voor een prijs eraan vasthangt. Wat dat kind komt doen. Dat is iets enorm. Dat is het grootste werk dat er bestaat. Dat is de ganse mensheid redden. Tenminste, de ganse mensheid kan gered worden. Iedereen krijgt de genade. Maar alleen die van goede wil, die gaan werkelijk gered worden. En dat is juist de oproep van het evangelie. Het evangelie is een waarschuwing. Dat kind is als een tweesnijdend zwaard. Dat zegt ook Sint Paulus. Het woord van God is een tweesnijdend zwaard. Als je het aanvaardt, gaat het naar de hemel. En als je het niet aanvaardt, gaat het naar de hel. Er is geen neutraliteit meer nodig. Mogelijk. Wie niet met mij is, is tegen mij. In signum cui contradicetur. Er wordt tegengesproken. Er wordt zodanig zelfs tegengesproken dat de fariseers gaan zeggen, hij is van een duivel en die mirakel die hij doet, doet hij met een duivel. Er is geen grotere heiligschennis dan zoiets te zeggen. Wel, dierbare gelovigen, dat is meteen de kerk en het evangelie, de openbaring, die duidelijk maakt waar het eigenlijk om gaat. Want we moeten wel ons hart geven aan Jezus en de liefde is het belangrijkste, maar we moeten niet sentimenteel gaan worden en blijven hangen bij sentimenteel gedoe. Het gaat om iets veel dieper en veel ernstiger dan gewoon iemand die ons een bezoek komt brengen, ook al is het God. Hij komt ons een bezoek brengen en dat is enorm, maar meteen worden we op de hoogte gesteld van waar dat kind ons naartoe wil brengen. Dat kind is eigenlijk een goddelijke lift. Hè? De lift komt naar, God komt naar beneden om ons mee te nemen naar boven terug. En we moeten instappen en we moeten weten waar we gaan naartoe gaan. En dat kost moeite. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf, dat kost moeite. Want we hebben juist gezien, dat is parallel aan wat ik hier zeg. Hoe is het mogelijk dat er juist na kerstmis,
de dag daarna reeds, het feest is van de eerste martelaar. En dan zie je de prijs die er soms moet betaald worden om dat kind te volgen. Dat betekent, dat kind geeft alles. Dat is God die alles geeft. Alles. Hij geeft zichzelf gewoon. Want dat is het bovennatuurlijk leven. Wat krijg je bij het doopsel? De staat van genade. Wat is de staat van genade? Dat is een deelname aan het goddelijk leven, aan de goddelijke natuur. Hij geeft alles gewoon. Hij geeft alles. En liefde zoekt naar gelijkheid. Dus hij zoekt naar wederliefde en die zoekt naar gelijkheid. Dus wij moeten eigenlijk ook alles geven. Dat is het door het minste. En als wij alles geven, is het gelijk niks. Maar als God iets geeft, dan is het iets oneindigs. Omdat hij oneindig is. En als wij iets geven, dan is het praktisch niks. In vergelijking met wat God gegeven heeft. Maar God is daar tevreden mee. Hij is daar tevreden mee omdat we gedaan hebben wat we kunnen. En daarom zegt hij vrede. Vrede met God op aarde. Op aarde vrede met God. Aan alle mensen die van goede wil zijn. Als je van goede wil zijn, dan is het goed. Als je doet wat je kunt, dan is het in orde. Maar we moeten dan ook doen wat we kunnen. Dat is de liefde die naar de gelijkheid zoekt. Dus een teken van tegenspraak. Als de mensen niet willen, als de mensen egocentrisch zijn, de mensen zijn van slechte wil, de mensen spartelen tegen, de mensen zijn aan het ja maar, en, ze willen eigenlijk nog dagelijkse zonde doen, of doodzonde, of ze willen nog van dit of dat profiteren, of ze willen... Ze willen Gods geboden gewoon niet onderhouden, dan is het een groot probleem. Een zeer groot probleem, een mega probleem, dan is het grootste probleem. Dat is het grootste probleem. Want juist die gehoorzaamheid, dat is een bewijs dat men God bemint en daarmee door de liefde gaat men naar de hemel. Dat is het juist. Dat is de prijs die we moeten betalen. Dat is onze goede wil. Dat is onze goede wil. En dat is wat het kind Jezus nu komt van ons afsmeken met alle mogelijke liefdebetuigingen. Hierbij gelovigen, dit is de tweede stap naar Kerstmis. De goede boodschap is, God is mens geworden om ons te verlossen. Wel, hij is mens geworden. Dat was Kerstmis. En nu, om ons te verlossen. We weten wat op aankomt. Je bent gelovige, laat ons helemaal openstaan voor het kind. Altijd, altijd, ondanks alles, zonder enige restrictie, volledig. En als we vallen, staan we vlug op en we vragen Jezus om ons te helpen om betere mensen te worden en waardig te worden. Waardig te worden van met hem opgenomen te worden. Vragen we Maria om dat kind zo goed mogelijk te begrijpen en te volgen. In de naam van de Vader en de Zoon. In de Heilige Geest. Amen. Thank you.